Dat is ook een beetje lastig uit te leggen, maar ik mis wel mijn broer, zeg maar. Dat is gewoon heel moeilijk. Ja, snap ik. Begin 2019, toen bleek dat ik ongeneeslijk was en longkanker had. Ja, en dan stort je wereld wel echt in elkaar. Laurens is mijn jongste broertje en die heeft mij ook doorheen gesleept. Het samen delen van voetbal samen met Laurens gaf gewoon een gevoel van vrijheid. Dingen delen, samen doen. Laurens was echt mijn buddy daarin. Het ging bij mij de goede kant op. Totdat in januari hij en ik een nieuws kreeg van je bloed is niet meer goed. En toen bleek dat hij acute leukemie had. Kom op, we gaan gewoon met z'n tweeën vechten. Alleen helaas heeft hij die kans niet gekregen, want hij kreeg influenza. En dat kon hij niet aan. En toen was het ook met 6 weken was klaar. Dat is moeilijk. Heracles krijgt heel veel bijzondere verzoeken binnen. En Heracles doet daar eigenlijk ook altijd wel wat bijzonders mee. Goedemiddag. John, vind je het leuk als ik jou even meeneem naar buiten? Het enige wat dus echt centraal staat in dit hele verhaal is eigenlijk wel een stoeltje van Laurens. Het is maar een ding, maar het is echt een symbool. En ik heb die stoel overgenomen. Hallo John, ik vind het erg mooi dat je je stoeltjes van jezelf en van Laurens hebt verlengd. Dat is een bewonderingswaardig gebaar. Mooi dat je de gedachte aan Laurens levend houdt door op zijn plek te gaan zitten. We hopen dat je vandaag alvast even thuis voelt en dat dit helpt om de drempel voor de eerste wedstrijd iets te verlagen. Het is wel moeilijk, maar mooi dat we hier zitten, toch? Helemaal top, echt wel. Oh, nou. Hoe is het nou om hier te zijn? Dit voelt als de eerste pot, zeg maar. Ja, precies. Alleen ik moet er in oefeningen. Ja. Ik weet zeker dat Laurens van naar boven meekijkt en jeugd voor ons allemaal. Als de rest echt een heerlijk lied. Vriendenloterij, maatschappelijk partner Eredivisie.